Bewustwording verantwoord gebruik pesticiden in Saramaka wordt opgevoerd. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij voert de bewustwording op in het verantwoord gebruik van pesticiden in het district Saramaka. De afdeling bestrijdingsmiddelen van het onderdirectoraat Onderzoek, Afzet en Verwerking heeft in samenwerking met het onderdirectoraat Landbouw de afgelopen 2 weken infosessies verzorgd. Aan deze infosessie namen deel bestuursambtenaren van het districtscommissariaat Saramaka, de afdeling Economische Controledienst van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, LVV-medewerkers aldaar en boeren van Lapool. Onder andere is gesproken over de gevaren van bestrijdingsmiddelen, het beschermen van mens en milieu en de biologische bestrijding. Verder bracht men ook de Integrated Pest Management, IPM, onder de aandacht van de participanten. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.